Breda nu. Je weet het meteen. DJ School Breda organiseerde in samenwerking met Jeugd Cultuurfonds Breda workshops voor kinderen die willen ontdekken hoe het is om een DJ te zijn. Een van de workshops werd gegeven door de Bredase DJ Dennick. U bent van Jeugd Cultuurfonds. Wat houdt dat precies in? Ja, ik ben van het Jeugd Cultuurfonds Breda. Dat betekent dat wij ons inzetten voor kinderen die in Breda wonen, in de gemeente Breda. Waarbij ouders niet voldoende financiële middelen hebben om kinderen deel te laten nemen aan cultuurles, om dat te bekostigen. Ja, vandaag hebben jullie een speciaal iets bedacht. Ja, kunnen jullie daar iets meer over vertellen? We hebben gesprekken gehad met Dennick en die wilde heel graag wat voor ons betekenen. Om eigenlijk kinderen te laten zien in heel Breda wat nou cultuur is. En wat wij dus kunnen bieden aan lessen die we kunnen bekostigen. Dus kwam een DJ-les natuurlijk naar voren, een DJ-workshop. En hij wilde dat graag verzorgen voor ons. Om eigenlijk te laten zien van nou, dit is iets wat je kan doen. Wat cultuur is, wat heel leuk is en wat alle kinderen in Breda kunnen doen. Dus ook de kinderen die gebruik maken van het Jeugdcultuurfonds. En eigenlijk is vandaag het idee om te laten zien wat dat nou inhoudt. Wat is nou DJ-les, DJ-workshop? Ja, de bedoeling is dat ik eigenlijk laat zien wat ik eigenlijk dagelijks doe. En dat is muziek maken en muziek draaien. En we hebben hier een mooie DJ-set staan. En ze kunnen letterlijk over mijn schouder meekijken. En ik laat ze gewoon zien hoe ik het doe en wat voor trucjes ik daarvoor gebruik. Dit soort dingen zijn denk ik heel belangrijk. En ik vind ook dat je iets moet teruggeven. En zo ben ik zelf natuurlijk ook begonnen. Bijvoorbeeld DJ Servi uit Breda heeft mij leren draaien. En ik hoop nu dat ik dat voor die jongeren ook kan doen. De jongens, ja, je ziet het zelf. We hebben net al een workshop gehad met de wat jongeren. Nu komen er iets oudere talenten van Breda. Je ziet hoe blij ze zijn dat ze met een bekende Nederlander mogen optreden, een workshop mogen beleven. Ja, je ziet gewoon de emotie bij die kinderen. Het is gewoon zo leuk om dat mee te mogen maken. Ja, wat is nou het moeilijkste om te leren? Ik denk muziek herkennen, de juiste platen kiezen. Dat is natuurlijk wel een kunst. Welke plaat ga je kiezen om naar de volgende plaat te pakken? En zorgen dat jouw mensen enthousiast blijven. Ja, en wat zou je tegen kinderen zeggen om het DJ-schap te motiveren of te stimuleren? Ja, je moet het doen omdat je plezier wil hebben en dat je mensen wil entertainen. Je kiest je eigen muziek. Als jij van Lil Klein of Boef houdt, dan moet je dat gaan draaien. Niet in één keer andere soort muziek, want dan is het niet meer leuk voor jezelf natuurlijk. Ja, het belangrijkste is denk ik gewoon dat je nooit moet stoppen. Dat je altijd je droom moet najagen. Linksom of rechtsom. En probeer gewoon iedereen, alle handvaten daarvoor aan te grijpen. En in ieder geval nooit op te houden. Nooit te blijven, of nooit stoppen met dromen. Ik denk dat het allerbelangrijkste is. Muziek is een en al emotie. En als kinderen hun emotie kwijt kunnen in de muziek, is het mooiste wat je kunt hebben. Breda nu. Je weet het meteen.